Hey mensen, heeft het nut om de zonnepanelen op te klappen als de zon schijnt? We gaan het nu even proberen. Wij hebben 3 keer 245 watt zonnepanelen op het dak liggen. En we zijn hier in Noorwegen en hier is het toch 24 uur licht in de zomer. Nu gaat de zon wel onder. We hebben 2 of 3 uur 's nachts dat de zon ondergaat, maar het is altijd een beetje licht. Maar ja, het is toch zo donker dat er niet veel stroom binnenkomt. Soms is het 5 watt of 10 watt of 15 watt, dus het is niet veel. Maar overdag komt er wel zon binnen. Een zonnepaneel werkt het beste als de zon haaks op het paneel schijnt. Dus echt recht van boven. Nu gaat de zon hier zo laat onder. Dus even laten zien. De zon gaat niet zo onder. De zon gaat niet zo onder. De zon gaat zo heel laag op de horizon tot die ergens onder gaat. Dus de zon staat heel lang, heel laag op de horizon. Dus het komt zo plat binnen dat licht, dat het niet op de zonnepanelen schijnt, maar van de zijkant er tegenaan, zeg maar. En dan komt er geen stroom binnen. De zon staat nu nog vrij hoog, maar ik ga ze nu even haaks zetten, de zonnepanelen haaks, zodat het zonlicht. En dan kijken we maar wat het verschil is. Nou, als we nu kijken wat het oplevert. We hebben nu 250, 246, 47 watt. Wat het oplevert. En dan ga ik eentje opklappen. Dan ligt die even onder de schaduw natuurlijk. Even kijken. Hoppa, 350 watt. 353 watt. Dus 100 watt extra. Door één paneel op te klappen. Dan ja, tweede paneel. 456 watt. 455. Dus dat is 100 watt per opgeklapt paneel extra. We hebben 250 watt. We hebben 3 panelen. Dat is ongeveer 80 watt per paneel. 3 keer 80 is 240. Dus eentje levert 80 watt op als ze plat liggen. Als we ze opklappen, levert eentje 180 watt op. Dus meer dan een dubbele. Dus het is echt zinvol om die op te klappen, dat het licht haaks erop schijnt in plaats van schuin, als de zon laag staat. Ja, nu gaan we de gegevens bekijken. Ik heb dit hier op mijn telefoon. En we beginnen met 314 watt. Dus als 2 panelen opgeklapt zijn, getild zijn, dan krijgen we 314 watt binnen. En nu gaan we, de zon staat nu veel lager, dus we gaan nu nog een nieuwe test doen. Dus even eentje weer neerklappen en kijken hoeveel het is. 112, 149, 149 watt, dus dat is flink minder. En dan gaan we de tweede neerklappen, even kijken wat die oplevert. En dan even opzij gaan, even kijken wat het nu oplevert als alle twee plat liggen. Ja, dat is echt veel minder dan voorheen. Dat zie je. En oh ja, op deze videoclip zie je ook. De zonnepaneel maakt nu vanzelf schaduw. Van de rand van het zonnepaneel valt de schaduw op het zonnepaneel zelf. Dus de zon staat zo laag dat het zonnepaneel zelf schaduw op zich gooit. Dus ja, als de zon zo laag staat, en in Noorwegen is dat vele uren per dag dat de zon zo laag staat, dan krijg je gewoon geen energie meer binnen. En als je ze dan tilt, opklapt, zonnepanelen, dan krijg je behoorlijk nog wat binnen. Ja, trouwens, dat systeem om die zonnepanelen te tilten, op te klappen, hebben wij van een Duits bedrijf, solarmaxipower.de. En dat werkt uitstekend. Je had dat ook zelf kunnen doen, of kunnen maken natuurlijk, zo'n systeem. Maar dit is een kant-en-klaar product. Hij maakt het op maat voor ons. En ja, het werkt uitstekend. Gewoon, je kunt in allebei de kanten trapeloos instellen hoe schuin die moet zijn. En dan zie je dus wat een verschil het maakt om die op te klappen. Dat is gewoon, ja, gewoon handig. Ja, bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie hier iets aan. En ik zou zeggen, hopelijk tot de volgende keer.